Wethouder Hein Kuiken, de MTR is vandaag vastgesteld eigenlijk. Wat houdt het precies in? Nou ja, MTR is eigenlijk een discussie die we met elkaar wilden hebben halverwege de collegeperiode. Of liggen we nog op koers met alle beloftes die we 2 jaar geleden hebben gedaan. En ook de financiering daarvan. Nou, die zouden we eigenlijk begin dit jaar, halverwege de collegeperiode, zouden we die discussie met elkaar voeren. Die is als gevolg van corona is die uitgesteld. En ook de discussie zelf is ook beïnvloed door corona, want dat heeft natuurlijk ook financiële effecten voor de gemeente. Dus dat in een nutshell. Hoe staat de gemeente er eigenlijk dan voor? Nou, op dit moment aardig zou ik zeggen. Ik bedoel, we hebben wel degelijk ook weer een ombuigingsoperatie nu achter de rug van ongeveer 2 miljoen euro. Die hebben we ook moeten volbrengen om de ambities van de gemeente in de lucht te houden. Maar ook om op een verstandige manier voor te sorteren op corona. Nou, ik ben van mening dat we dat nu op een evenwichtige, verstandige manier gedaan hebben. Die niet al te veel maatschappelijke pijn veroorzaakt. Zullen misschien hondenbezitters niet helemaal met u eens zijn? Nee, klopt. Er zit ook echt wel in die ombuigingen. Er zitten een aantal dingen in die we wegsnijden. Maar er zit ook een aantal opbrengstverhogingen in. Dat doet altijd pijn. Dus zo worden de leesjes worden meer kostendekkend gemaakt. En ook de toeristenbelasting. En de hondenbelasting, dat wordt een gedeelte. De meeropbrengsten worden afgeroomd voor de gemeentelijke begroting. En dat is inderdaad wel een pijnlijke maatregel. Nou hoorden we ook rond Prinsjesdag veel burgemeesters die opkwamen voor de gemeentebegrotingen. Met uw voorganger Fijsma ook vaak over gehad. Eigenlijk krijgt u te weinig geld. Ja, er is bij Prinsjesdag is maar in beperkte mate ingespeeld op de wensen die gemeenten hebben. We hebben in ieder geval voor de jeugdzorg hebben we 3 jaarschijf wat extra geld gekregen van het Rijk. Die plakt daar nu een 4e jaarschijf aan vast. De opschalingskorting, ik zal het niet heel technisch maken, maar daar zit ook een voordeeltje in van gemeentes. Maar het is geen structurele oplossing voor de financiële nood die gemeentes ervaren. Want in gemeentes om zee moeten soms zwembaden worden wegbezuinigd of dat soort zaken. Zo erg is het dan nog niet in Leeuwarden? Nee, maar we hebben nu wel een aantal ombuigingslees bezuinigingsrondes achter de rug. En ja, inderdaad, het laaghangend fruit heb je op een gegeven moment wel gepakt. Op het moment dat we als gemeente weer worden geconfronteerd met heel veel tegenvallers. Ja, dan kom je misschien ook toe aan pijnlijkere beslissingen. En dan hoor ik ook wel hier inderdaad zeggen, ja, dan gaat er wel extra geld naar cultuur. Nou, dat valt nog wel mee. Volgens mij hebben we een hoge ambitie vastgesteld op de cultuur. En ook daar was de discussie eigenlijk van, we hebben wel heel veel ambitie. Maar de middelen ook om die ambitie te bekostigen, die zijn er nu niet. Of nu niet meteen volledig. Dus daar hebben we ook langer de tijd voor nodig. En dan nog de laatste vraag. Moeten burgers zich zorgen maken, bijvoorbeeld door corona, dat bijvoorbeeld volgend jaar misschien wel de onroerende zaakbelasting op de huizen omhoog moet? Of dat soort maatregelen? Nee, ik zou daar vooralsnog geen zorgen over maken. Hoe het allemaal wel komt, weet ik ook niet. Het is een erg onzekere tijd. De gemeentefinanciën worden van alle kanten beïnvloed. Dus dan moeten we gaandeweg het najaar en het voorjaar moeten we de balans ook opmaken. Maar eigenlijk bij deze financiële exercitie hebben we een aantal buffers in de gemeente aangebracht. Die maken ook dat we financieel een paar klappen kunnen opvangen. En dat we niet gelijk hoeven te snijden in voorzieningen. Dus ik zou je vooralsnog geen zorgen maken.